overwegend rood, behoorlijk geel en een klein beetje groen. We hebben het uiteraard over de verkeerslichten langs de Koninklijke Baan. In deze reportage zocht K-Productions de mogelijkheid van een groene golf uit. Verkeerslichten zijn eigenlijk beter bekend als rode lichten. Want de kans dat je ze groen hebt, zijn even groot als de lotto winnen, terwijl hij een vliegtuig neerstort. De Koninklijke Baan werd in 1950 gezien als een brede autoweg. Daarbij hoorde een hoog snelheidsregime, zelfs soms tot 120 km per uur. Maar dat was 1950. Tegenwoordig kan je wel eens van geluk spreken als je de unieke kans ziet om naar Vierde te schakelen. We beginnen een licht vermoeden te krijgen dat Oostende en Bredene een andere oplossing voor ogen hebben. Een auto met 3 vitessen misschien? Er moet toch een betere oplossing bestaan. Ce que nous constatons c'est que les feux ne sont pas sont mal synchronisés, mais qu'il y en a de trop aussi, donc ils sont trop nombreux. Donc Danny, les feux sont mal synchronisés. Et ça c'est tout. Facile, non? Een groene golf is het afstemmen van verkeerslichten, zodat bij het aanhouden van een normale constante snelheid men nooit hoeft te stoppen voor een rood licht. K-Productions zocht uit hoe lang de rit Oostende De Haan zou duren en hoeveel die zou kosten met een groene golfsysteem. Eén probleem hadden we wel. Er is op dit moment geen groene golf tussen Oostende en De Haan. Maar zulke futiliteiten zoals rode lichten hebben ons stief niet tegengehouden om aan een constante snelheid van 70 km per uur vanuit Oostende naar De Haan te rijden. Uitgevoerd onderzoek blijkt wat wij dachten. Hè. We besparen tijd, maar ook frustraties. Zijn vriendin, die ging niet content geweest zijn met de resultaten. Maar wij wel hoor. Onze Stief, die deed de rit in. En bovendien is een auto, net als een hartslag, nooit boven het 70 gegaan. Minder CO2-uitstoot, minder tijdverlies en minder hartklachten. Het zijn maar een paar van de voordelen van een groene golf. Maar het moet ook gezegd, aan een zebrapad kan het nu ook wel eens rood zijn. Rapje nee. Tijdens deze reportage werd geen enkele verkeersregel overtreden. Er werden ook geen geiten mishandeld.